je schaamt je toch kapot, vrienden. Je schaamt je toch helemaal dood gewoon. Ja, dit is toch. Je weet toch niet waar je moet kijken. Als Nederlander, je durft je bijna niet meer te zeggen van, ik kom uit Nederland. Ik bedoel, dan staat de krant er weer vol mee. Dit zie je weer, dat Schiphol. En dan denk je, oh god, dan gaan we weer. We zijn vrienden, echt waar. We zijn nu het lachertje van de wereld. Dat gebeurt toch helemaal nergens? Nee, maar dit laten we nu al weken gebeuren in Nederland. Ga het gewoon maar door. Niemand die ingrijpt, laat maar gaan. Werkelijk. Ja, heb je die rijen gezien? Daar, op Schiphol. Dat is ongelooflijk. 500 meter. De mensen die in die rij beginnen gewoon. Ja, die staan gewoon in een andere postcode. Het is niet anders. Het is toch werkelijk te gek voor woorden. Dat je gewoon niet eens meer op reis kan. Gewoon dat je niet meer op vakantie... Wat denk je in je vakantie? Als je vakantie hebt geboekt... En je moet, dan zit je al zo in de spanning van tevoren. Hoe ga ik het vliegtuig halen, ja of nee? Oh god. En als je het niet haalt, oh jammer dan. Oh, dat was je vakantie. Ja, geld weg. Ja hoor, dag, veel plezier. Dat is toch werkelijk niet te verdragen, vrienden, wat daar allemaal zich afspeelt. En dan was Schiphol was natuurlijk altijd onze nationale trots, toch een beetje, ja. Schiphol, ja, dat was toch een vaste, betrouwbare waarde in het leven. Dat wist je, oké, Schiphol is oké, dat functioneert. Nee, dat functioneert niet meer. Dat is ineens afgelopen. Vroeger kon je, ja, Schiphol, een van de mooiste, modernste vliegvelden van de wereld. Het is niet meer zo. Vrienden, kijk nou wat een puinhoop het is. En de KLM die gaat er ook nog aan meedoen. Die KLM, oh god. Ja, annuleert gewoon vluchten. We gaan niet meer door. En ook onze nationale trots, hè. KLM, ja. En ook niet meer. Want er komen vluchten uit het buitenland. Die gaan gewoon nog niet meer door. En daar sta je dan. En de KLM is dan verder onbereikbaar. En zoek het uit. Zoekt u maar. Ja, zie maar dat je thuis komt. Dat is de KLM tegenwoordig. Nou zeg, vrienden, hoe moet dit nou? Wat is er aan de hand met Nederland? Het kleine landje is even de weg kwijt. En maar wie, oh wie, grijpt erin?